Zo, dus de volgende spreker is mijn baas. Heb ik het goed gedaan, net, baas? Ja, dank je wel. Benno Overeinder. En nou, ik heb net ook al een stukje verteld over NLNet Labs. Hè, dat we dus software schrijven is denk ik onze prime activity. Maar research doen we ook. Zoals ik, en hobbyprojectjes, zoals dat wat ik net heb gepresenteerd. Maar we hebben ook community services, zoals we dat zelf noemen. Dus bijvoorbeeld dat je in de programmacommissie zit van de NLUG. Of workgroup chair bij RIPE of bij de IETF. En Benno is dus workgroup chair van de DNSOP, DNS Operations in de IETF. En ja, kan alles vertellen over de IETF, want we ontwikkelen ook internetstandaarden bij NLNet Labs. En, dus Benno, ga je gang. Dankjewel Willem. Nou, welkom. Ik zal even, ja, verwachtingsmanagement. Het is geen technisch praatje, maar dat hebben we waarschijnlijk al uit de titel opgemaakt. Proces, hè? Dus het proces om tot standaarden te komen. En dan wil ik even ook de IETF positioneren tussen andere standaardorganisaties. Jullie wellicht al kennen, hè? Dus de IEEE kennen jullie wellicht als standaardorganisatie. Nou, even voor mezelf de wifi, ethernet. ETSI is ook een industriestandaardorganisatie, vooral actief in 5G. ITU-T, dat is een standaardorganisatie. ITU is een vreemde eend, of vreemde eend erbij. Het is een VN-organisatie, dus eigenlijk zijn de leden staten, maar ook wel commerciële partijen en academie. En ITU-T bijvoorbeeld, ja. Ik ken dan een paar standaarden. X509 komt er vandaan bijvoorbeeld. Of de H264 en H265 videocompressie. Maar ITU-T probeert ook, heeft iets met MPLS gedaan. Niet zo succesvol. Wat wel weer een andere internetstandaard is die wat dichter bij de IETF ligt. Maar wat ik eigenlijk op wil vertellen hier over deze standaardorganisaties zijn de verschillende. En ze hebben ook verschillende modellen. Ik ga direct heel diep in op het IETF-model. Maar dus ETSI bijvoorbeeld is echt een industrieorganisatie. Dus industrie als organisaties, als companies, die worden lid. En op die manier doe je mee aan het standaardiseren wat binnen ETSI wordt gedaan. ITU heb ik net verteld, zijn landen. Het zijn ook wel commerciële partijen, academie. ITU zijn behoorlijke bedragen moet je daarvoor betalen, €30.000 voor een full membership. En wat gereduceerd is €10.000 en academie is €4.000, meen ik. Ja, er zijn ook wel wat drempels hier. Ja, nou inderdaad, ISO is natuurlijk ook een bekende standaardisatieorganisatie, die ook zijn eigen governance heeft. En W3C is, ja, dat is echt, dat is misschien ook een mooie is voor de HTML en de andere standaarden. Belangrijk. Maar ik weet daar ook verder het model minder goed achter. Dus ik probeerde even, ja, goed, even setting the landscape. Maar er zijn inderdaad nog veel meerder. Dus als iemand anders nog een andere standaardorganisatie heeft hier. Denk zo, nou, ISO vind ik een hele goede. W3C heb ik wel over nagedacht. Maar ja. Nou, zo, de IETF is ook een van die standaard SDO's. Standard Development Organizations. Maar anders dan de anderen. Nou goed, dat vindt iedereen van zichzelf, dus daar moeten we wel eens voorzichtig mee zijn. Het is een SDO, heb ik net gezegd. En het, ja, hier staat Self-Selected Individual Participant. Ja, eigenlijk heeft de IETF heeft geen members. Het is, denk aan bijvoorbeeld een dorpsplein. We zetten een paar stoelen bij elkaar. En dat is de IETF, eigenlijk. Nou ja, dat is de IETF 40 jaar geleden. Maar dat is wel het idee. Dus er zijn iedereen die gaat zitten in de kamer, zoals we hier zitten, of op een mailinglijst zichzelf subscribed, is deelnemer van de IETF. Je wordt niet van tevoren of aan te melden. Iedereen in de zaal of iedereen op de mailinglijst kan zich in de discussie mengen en meepraten. Ja, dat is heel laagdrempelig en je bent ook als individu draag je bij, niet als bedrijf. Ja, er zijn een aantal andere woorden.
Market-based adoption. Nou ja, goed, het is natuurlijk moeilijk te voorspellen of een standaard market adoption zal vinden. Maar het gaat om, is het relevant? Zijn het relevante problemen of issues waar we over praten en die we willen oplossen? Nou, natuurlijk focus internet technologies en we doen het anders. Bottom-up, hè? Dus inderdaad, hè? We denken nog steeds aan het dorpsplein waar iedereen samen gaat zitten. Laagdrempelig. En van daaruit gaan we standaarden organiseren. Nou goed, ondertussen is natuurlijk de hele ITF is geen dorpsplein meer, maar het is veel groter, het is globaal. Dus dan komt daar een organisatie en een governance model bovenop. Hier nog even de missie van de ITF. Ik heb wat onderstreept. High quality, relevant technical documents. Nou, natuurlijk, dat is het streven wat we allemaal hebben. Hoe we daartoe komen, dat zal ik direct vertellen, het proces. En ook, maar ook in de achterhoofd houden hè, van de manieren, de standaarden die worden gedefinieerd, bepaalt ook hoe het internet gaat gebruikt worden. Of wat de mogelijkheden zijn voor anderen om het internet vorm te geven. Dus er moet een soort rekenschap zijn van, doe ik goed? Hè? Ben ik niet voor een klein subprobleempje mijn probleem om het oplossen? Maar zijn de standaarden die we ontwikkelen open, uitbreidbaar en gebruikbaar voor iedereen? Zodat innovatie mogelijk is hè, door andere partijen. Dat er een nieuwe Twitter of een nieuwe Google kan opstaan. Dat is het streven in ieder geval. Goed, ik heb net even gesproken over het Dorpsplein. Nou goed, dat was in 1986. Waren het ook maar 21 attendees. En dat is, ja, dat is ergens in een... De locatie weet ik niet meer. Ik denk ergens Californië. Op een universiteit in een kamertje. Zaten een paar mensen samen en hebben daar gesproken. En wat vastgelegd. Hè? De eerste RFC's eigenlijk. Hè. Die heette toen nog niet direct RFC's, maar wel standaard documentaties. Of Internet Notes, geloof ik, heette ze in die instantie. Later hernoemd. Ja, dat groeit. Nou, ik wil het hier noemen december 2000. Dat is net voor de internetbubbel klapte. 2800 deelnemers waren er toen. En heden ten dagen, zo in de afgelopen jaren, pre-COVID in ieder geval, was het of stabiel rond de 1200. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar zo'n 1200-1300 deelnemers in de ITF. En met die grootte heb je natuurlijk veel meer een organisatie nodig. En niet zomaar spontaan een kamertje regelen. En dan krijgen we dit idee van, hè, dus hoe ziet de ITF er nu uit? Hoe is nou die organisatie die uiteindelijk die technische standaarden wil maken? En zo eenvoudig en focus op techniek. En zo min mogelijk... Ja, governance en policy en processen en procedures. In ieder geval dat ze moeten in dienst staan van de mensen, niet een barrière zijn. En dit is hoe de ITF vandaag de dag eruit ziet. Ik kom straks wel op al die blokjes. Maar belangrijk hier even voor het beeld is dat het werk wordt hier gedaan, in de werkgroepen. Dat is belangrijk om te houden. Dus daar is en werkgroepen, ik heb ze hier geclusterd, dat zijn areas. Daar kom ik zo direct ook op. Hè. Dus je hebt... Je hebt een groot aantal werkgroepen, 100-tal. Die zijn georganiseerd in thema's, in areas. En elke area heeft een area director, 2 zelfs. En die area directors zijn weer georganiseerd in de Internet Engineering Steering Committee. Of group, ISG. Dus zo, dat is dat blauwe realm. Dan heb je aan de linkerkant heb je ook een IRTF. Hè, dus de Internet Research Task Force. Dat is eigenlijk een zusterorganisatie, eigenlijk dezelfde paraplu hoor, maar ze hebben wel een eigen, inderdaad, hè, steering group zie je hier. En dan heb je ook onderzoeksgroepen, research groups. En die doen werk wat nog niet klaar is voor productie, ideeën die nog uitgewerkt moeten worden, kristalliseren. Zodat ze ofwel een spin-out krijgen in de ITF, of gewoon op zichzelf blijven staan, gewoon als academisch onderzoek vervolg krijgen. Laat ik dit plaatje blijven, het is wel inzichtelijk. We zien hier verder nog de Internet Architecture Board, hier voor jullie ook linksboven. De Internet Architecture Board is een organisatie of een entiteit die wat reflectief naar de ITF kijkt, naar de Internet Architecture, zaken signaleert, opmerkt en als die niet opgepakt worden of kunnen agenderen. Denk bijvoorbeeld... Het is al ruim 10 jaar geleden, 2007, als ik het goed heb. Snowden Revelations of the Papers. Ja, ik zie knikkende mensen, dankjewel.
Dus dat was toch wel, mass surveillance is a threat. Dat was een beetje het bericht wat door de IAB werd geagendeerd, werd een workshop gehouden. En het effect is dat al die individuele werkgroepen ook gaan nadenken over, wat is onze rol in dit geheel? Hoe kunnen wij die mass surveillance, wat duidelijk werd en grootschalig, hoe kunnen wij daar, privacy is toch ook wel belangrijk en dat staat hoog ook in het ITF-vaandel. Hoe moeten we daarover nadenken? Hè? Dus encryption everywhere, et cetera. Dus dat is ook een rol die de IAB heeft. Verder heeft IAB ook een rol in appeal, in goed Nederlands. Als er een beroep wordt gedaan bij bepaalde oneenigheden in het proces. Dat escaleert meestal via de werkgroepchair naar de steering group, de ISG. En dan heb je het hoogste appeal-orgaan, en dat is de IAB. Die kan daar nog een oordeel over vellen als een soort onafhankelijke entiteit. Die staat een beetje los van de andere entiteiten. Ik blijf nog even bij dit plaatje, en dan kan ik direct de 4 slides overslaan. De ITF LSC. De ITF bestaat niet als entiteit. Het is een organisatie van vrijwilligers, maar het is geen legal entity. Maar je hebt wel te maken met contracten voor een hotel te regelen. Of je hebt te maken met ondersteuning, de secretary. Dus je moet ook een bankrekening hebben. Je hebt te maken met documenten die gemaakt worden, waar intellectual property op geldt. Dus je hebt gewoon een juridische entiteit nodig. Dat werd een lange tijd door de ISOC gedaan, Internet Society. Als een soort vriendendienst, dezelfde missie. Maar dat bleek, het was zuiverder om dat los van de Internet Society te doen. En is dat 2017 of 2018 is de ITF LLC. Dus puur administratieve entiteit. Er wordt de secretary-achtige zaken worden daar gedaan, financiële, die hebben een bankrekening, et cetera. Maar die hebben verder geen rol in het hele standaardisatieproces. Puur faciliterend. Ja, dan zie je hier twee blokjes waar ik nog verder niet over gesproken heb. IANA kennen wellicht een aantal mensen, bewust of onbewust. Internetadressen worden eigenlijk geregistreerd door IANA. Of eigenlijk, in de eerste instantie via IANA worden die gedistribueerd naar de 5 regionale internetregistries. Dus het is een boekje waar alle internetadressen keurig worden bijgehouden, als ik het even simplificeer. IANA heeft ook een rol voor DNS. De rootzone wordt door de IANA-functie beheerd. Dat klinkt een beetje abstract. Maar IANA is ook belangrijk voor de ITF. Want ITF heeft niet zoveel met IP-adressen te maken. Of met de rootzone. Maar wel met protocollen en protocolnummers en poortnummers. En die moeten ook keurig geregistreerd worden. Dus IANA is echt een registry waar je dingen vastlegt. Dus daar hebben we wel een interactie mee. En dat is ook, wat ook belangrijk is, hier de RFC-editor. Uiteindelijk praten we over standaarden, we willen standaarden publiceren. Nou, RFC-editor is, wat de naam al zegt, het is puur een editor-functie. Maar wel heel belangrijk, het is ook een soort gatekeeper. Document technisch in orde, document ook leesbaar. Is het document taalgebruik consistent? Ook over alle andere RFC's, en er worden dezelfde termen gebruikt. Dus het is best een complexe functie. Ja. RFC editor is een persoon, maar in de organisatie is het een rol. Dus het zouden meerdere personen kunnen zijn. Ja. Misschien in het verleden ook wel door verschillende mensen gedaan. Ik kan het plaatje nog wat complexer maken, maar dat moet ik het misschien niet doen. Want je hebt ook nog independent streams. Dus dan kan je buiten de ITF om, kan je ook RFC's publiceren. Omdat de ITF ook open wil zijn voor activiteiten die buiten de ITF zelf plaatsvinden. Maar er zijn ook andere redenen om via independent stream te gaan. Dus dan hoef je niet via een werkgroep. Eigenlijk kom ik daar direct op. Ik loop een beetje vooruit. Ik denk dat ik nu wel alle blokjes benoemd heb. En dan kan ik heel snel doorgaan. Ja, hier zijn de ITF areas. Dus ik had het al net genoemd, binnen de werk. Er zijn de ITF, een aantal thema's, dat noemen we de areas. En dat zijn ze hier, die hebben ze opgezond. Ik ga ze niet allemaal af, maar ik kan bijvoorbeeld,
even kijken hoor. Ik had voor mezelf wat notities gemaakt, maar dat ben ik meteen vergeten. Nou, in de transport area, daar wordt nog gewerkt aan TCP, maintenance and improvements. Of QUIC, bijvoorbeeld het nieuw protocol, is daar bijvoorbeeld een typisch voorbeeld van. Routing werk area, bijvoorbeeld internet domain routing. Dus BGP protocol worden daar onderhouden. Of nieuwe, niet onderhouden, extensies en uitbreiding op het internet interdomain routing protocol. Et cetera. Zo, internet heb je DNS, IPv6 maintenance zit daar. Internet, ik zeg DNS, het is DNS privacy enhancements, extensions. Ops, dat zijn typische werkgroepen die zich bezighouden met protocollen die in onderhoud zijn. Hè. Dus je hebt ook een DNS ops, daar worden niet zozeer nieuwe extensies voor DNS bedacht. Ja, dat gebeurt wel, maar het is vooral maintenance. Hè. Dus er is een veranderende praktijk van hoe DNS wordt gebruikt. Er moeten hier en daar wat kleine wijzigingen. Dit is ondergespecificeerd. Dat gebeurt allemaal in de maintenance, in de ops. Voorheen hadden we ook een DNS ext. Daar is DNSSEC bijvoorbeeld verder uitgespecificeerd en gestandardiseerd. Daarnaast DNS ext, extensions, is gesloten als werkgroep. Maar er is nog steeds wel behoefte om wat kleine uitbreidingen te doen. Dat vindt ofwel in DNS op plaats. Maar bijvoorbeeld DNS over HTTP, dat werd toch gezien als, nou, het is complex, veel discussie. Dan heb je een werkgroep die je opzet. Die doet 2-3 jaar zijn werk, zijn of haar werk. Werk is af, RFC worden gepubliceerd en de werkgroep sluit. Dus veel werkgroepen bestaan ook 2-3 jaar. En andere werkgroepen, ja, die zitten veel meer in de maintenance en onderhoudmodus. Dus die blijven, nou, zoals DNS Ops bestaat al 20 jaar bijvoorbeeld. Even kijken, security TLS werkgroep bijvoorbeeld. Dus zo zijn de verschillende werkgroepen onderverdeeld. En ik heb ze hier even opgesomd. Nou, het zijn er nu 122, maar bij de vorige versie van dit verhaal waren er 123. En er waren een paar bij en een paar af in de verschillende werkgroepen. Dus dat is vrij dynamisch. Ja. Goed, ook ITF leadership. Hè, van hoe kiezen wij nou onze area directors die de ISG uitmaken? Hoe kiezen wij onze chair en de IAB bijvoorbeeld, hè, dus die toezicht houdt op internetarchitectuur, die ook een soort beroepsfunctie heeft, in de zin van conflicten zijn in procedures. Nou, zij worden allemaal geselecteerd via de NOMCOM, zogenaamde Nomination Committee. Dus het is geen verkiezing, je wordt geselecteerd. En dat is een vrij gangbaar model. Dat wordt ook bij de ICANN gebruikt. Ja, dus, het wordt ook, ik weet niet of jullie allemaal bekend zijn met ICANN, min of meer, of bij de RIPE community. De RIPE community chair, moet ik even goed zeggen. Het is ook via een NOMCOM geselecteerd. Het was Rob Blokzijl was de eerste RIPE chair. Nou, dat was ook degene die alles in gang heeft gezet. Dat was een soort natuurlijke keuze. Daarna was Rob heel slim en dacht na over zijn eigen opvolging. Nou, en hoe dat nou moest gedaan. En had hij slim gedaan. Nou, ik wijs Hans Petter aan. En die mag ook met de procedure komen. En nou, de procedure hebben we nu. Dus Hans Petter Hollen is nu RIPE NCC directeur. Ja, kijk naar Emiel. Het is nu zijn directe baas. Maar nu is via zo'n NOMCOM-proces is Mirjam Kuhne als RIPE chair geselecteerd. Dus dat is, en een NOMCOM, dat kun je op verschillende manieren kan je dat organiseren, maar het is wel een belangrijke. En de NOMCOM zijn wel members, dat zijn wel community members. In de ITF is gezegd van, nou, je moet 3 van de laatste 5 ITF-meetings hebben meegedraaid. Zodat je weet wat de dynamiek is, de sfeer, waar we voor staan, hè, de waardes. Maar hoe die NOMCOM wordt geselecteerd, dat is interessant. Het is een random proces. Nou, random proces, dat is pseudo-random generatoren, dat is geen probleem. Maar de seat is wel een belangrijke. En hoe vinden we nou een seat, zodat het en random is, en twee, je wilt een replay kunnen doen. Je wilt het kunnen valideren dat het echt ook random is geweest. Dus wat ze nu doen, is in het random proces hebben ze iets van 4 sources. Dat is een loterij. De Amerikaanse loterij, een Aziatische loterij, zijn er wat beurskoersen. En de derde ben ik vergeten.
Zouden ze pakken, en dat zijn allemaal gepubliceerde getallen. Die kun je gewoon door de kranten naslaan. En die voer je in als seed voor je random process. Om deze non-com members. Ja, transparantie is alles in de ITF. Daar zijn we heel goed in. Goed. Nou, genoeg over de ITF chairs en de leadership. Daaronder zijn de working group chairs. En die worden aangewezen door de area director. Er zit weinig democratie in. Dat is gewoon puur van, nou ja, ik kan goed met, ik weet dat deze personen goed kunnen luisteren. Dat zijn dus vooral de functie van het chair. Samenbrengen van meningen tot een consensus, zodat we verder kunnen gaan. Goed, dat is over de organisatie zelf. Nu, hoe werkt het dan? Hè? Want ik heb nog niks gezegd over hoe we standaarden creëren. Nou, standaarden, ik heb daar net al een voorschot genomen, dat vindt allemaal plaats in de werkgroepen. Dus in de werkgroepen wordt het werk gedaan. Daar worden gesproken over ideeën, er worden suggesties gedaan. Op een gegeven moment wordt dat zo'n suggestie wordt een draft wordt een werkgroepdraft, et cetera, et cetera. Ik heb al een al gezegd over over die short-lived nature, dat kan ik skippen. Het is een, ITF standaard en recommendation staat hier naar de best current practices, BCP documenten. Ja, dat is wat meer operationele suggesties geven, dat ook. Dus hoe je standaarden kan gebruiken of onder welke omstandigheden. Veel van het werk kan remote, online gedaan worden. Dat is traditioneel zo, dus dat is niet van de recent. Ja, dus heel veel werk vindt constant plaats op de mailinglist. Dat is heel belangrijk in de ITF. En daardoor ook heel toegankelijk voor iedereen. Je hoeft niet voor te reizen. Meetings zijn natuurlijk ook belangrijk. Vooral om zaken die veel discussie nodig hebben, vlot te trekken. Om een volgende stap te kunnen maken. Recent, de afgelopen 10 jaar, denk ik, zijn de hackathons georganiseerd. Dat is puur echt code van samen zitten. Dit is een draft, dus nog geen RFC, nog geen standaard. Is die te implementeren? Wat is er onduidelijk? Hoe werken, als we verschillende interpretaties hebben van de draft, is er ook interoperabiliteit tussen de verschillende implementaties? Zo niet, nou, dan kunnen de implementers dat teruggeven naar de auteurs of naar de werkgroep. Dus dat is ook belangrijk en ik kom daarop direct op terug, hoe belangrijk implementaties zijn voor de standaardisatie. Hier zeg ik het ook al een beetje, hier staat het. Running code, ik heb het nu even cursief gezegd. Want dat komt uit een langere quote. We believe in rough consensus and running code. Dat is hoe de ITF werkt. De hackathons zijn belangrijk voor die running code. En verder voor het online werken, data tracker. Het is een soort toegang tot de database waar alle drafts staan. De status, de reviews, et cetera, et cetera. Dus alles is transparant. Iedereen kan volgen waar een document staat. Wat de problemen zijn, objects of acknowledgements, hoe zeg je dat? Accept with changes or objections van een draft, bijvoorbeeld door de ISG. En inderdaad, recent, ITF had dat altijd, online participation, maar dat was echt rudimentair. Dat was een audio stream en een Jabber Room, als je remote. En dat is echt, daar werd al stappen voorwaarts gezet. Maar in de afgelopen 2 jaar is dat echt sterk verbeterd. Meet Echo is een, vind ik, een prima tool. Hè? Dus, dat is een conference tool platform waarin alles aan elkaar wordt geknoopt. Jabber, de documenten, de presentaties en de video. Dus dat is eigenlijk is dus nu zo'n hele hybride meeting zoals we de afgelopen maand, 2 maanden geleden in maart. In Wenen was het eigenlijk heel goed te doen. Dus, er zaten 30 mensen in de kamer en misschien 100 mensen nog remote. Hè. Dat was nog de eerste ITF na de COVID. Maar dat werkt heel goed. En ook mensen in de zaal moeten zich ook aanpassen aan de hybride. Dus je kan niet zomaar naar de microfoon lopen. Zoals je in het begin zag, hè. Je hebt lange rijen. Een van de eerste foto's van de ITF. Lange rijen met mensen die iets willen zeggen. Nou ja. Mensen in de ruimte en mensen ook remote moeten gelijke kansen krijgen. Dus ook mensen in de ruimte moeten via de telefoon aangeven of via een app. Ik wil even naar die microfoon lopen en dan word je naar voren, kan je naar voren lopen. En dat kan je ook allemaal volgen, wie gecued is voor de mic. Dus dat werkt eigenlijk heel goed.
En verder, ik skip een beetje. We hebben ook iets wat belangrijk is naast working groups, heb je ook birds of feather, noemen we dat. Dat zijn eigenlijk, iemand heeft een idee, maar weet nog niet of het waardevol is. En of daar een werkgroep over georganiseerd moet worden of niet. Dan heb je birds of feather sessies. Dan moet je wel goed voorbereiden, dan wordt een idee geopperd, gepitcht. En dan is uiteindelijk is er wel een review door de ISD of dat inderdaad voldoende hout snijdt en belangrijk en relevant is voor de ITF om daar een werkgroep voor te maken. Oké. Het standaardproces zelf. Ik denk dat we hier al een keer over gehad hebben. Het moet technisch correct zijn, helder en compact. Easily understood. Het is allemaal heel makkelijk te zeggen. Maar ik denk, dit is wel heel belangrijk, denk ik, hier. Dus proof in the pudding, is eating it. Is ook proberen daar maar te implementeren. Wat? Ja? Zeg, ja, Mark. Ja. Ja. Ja? Ja. 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 Klopt. Ja. Nee, en inderdaad, en soms lopen we ook nog wel erg tegenaan van wat bedoelen we hier. Ook wij hebben verschillende situaties, dat we verschillende interpretaties hadden. Dus nu quote ik Wouter even. Wouter Wijngaards heeft Unbound geïmplementeerd. Hij zegt, twee derde van mijn werk was het implementeren van standaarden. En dan was ik klaar. Nee, want toen de tijd, dat is 15 jaar geleden, was er eigenlijk één resolver waar je ook tegenaan moest praten voor interoperabiliteit. Of moest vergelijken, dat was Bind. En dan moet je die andere, een derde code nog schrijven om het echt interoperabel te maken. Want er zitten heel veel, het protocol is complex, dus dat wordt zo goed mogelijk opgeschreven. Maar er zijn heel veel dingen die niet gespecificeerd zijn. En een softwareontwikkelaar moet gewoon dan maar keuzes maken. Dat zijn ze wel. Nou, heel mooi, goed om te horen. Ja. Was het niet ooit zo, maar misschien is het fout hoor, dat als er als twee verschillende fabrikanten geïmplementeerd hadden, dat konden we elkaar praten. Klopt. Nee, dat is. Dus de DNS op, DNS werkgroep. De chairs zijn verschillend strikt erin. Maar 2-3 implementaties heeft absolute voorkeur voor interoperabiliteit. En soms zijn het is het meer een documentatie van de algoritme, bijvoorbeeld hoe het gebruikt moet worden. Dus dan heb je nog niet direct een implementatie. Ik kan even naar Willem wijzen. Met bijvoorbeeld Catalog Zones is een mooi voorbeeld. Het is nu een draft. Er zijn 4 implementaties die onderling hun implementatie interoperabel maken. En ook ondertussen terugkoppeling krijgen en de RFC of de draft nog verbeteren. Ja, en dat is daar zit heel veel waarde in, inderdaad. Die interoperabiliteit voordat het de RFC wordt, moet getest worden. Ja. Ja. Dat is belangrijk om de verschillende acteurs van de verschillende DNS-implementaties op dezelfde standaard te hebben staan. Ja, dan moeten ze wel. Dan moeten ze, ja. 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 Openness en fairness is gewoon het proces, transparant, wie wat zegt, wat gedaan heeft. Het wordt allemaal, is allemaal open. Geen achterkamertjes, als het goed is. Even kijken hoor. Dit is het proces, iedereen kan een draft schrijven. Dus hoe beginnen we nu een standaard? Je begint met een individuele draft, die stuur je in. Er is geen enkel filter, dus je kan echt complete onzin opschrijven. Dat is ook gebeurd. Die mensen willen het later als draft weghalen. Kan niet meer, want het is een write-only database in die zin. Dan kwam je op met IPv10 en die dachten later dat hij daar IPR over zou moeten hebben. Maar niemand vond het een goed idee. Wilde het weghalen? Nou, maar kan niet. Dat zijn de voorwaarden. Maar nogmaals, iedereen kan zomaar iets inschieten. Dat kan wel, ja. Maar het is echt een individuele submissie. Maar dan begint het belangrijk. Dan wordt het in de werkgroep gepresenteerd. Je vraagt sprekerstijd. Dan wordt het bediscussieerd. En dan na 1 of 2, 3 presentaties, sessies,
voel je de temperatuur van de kamer. Van, is het interessant? Is het werk wat we moeten doen als werkgroep? Is het on topic? En dan kan je voor call for adoption. En dan wordt het van individueel werkgroep of individueel document wordt het een werkgroep document. En formeel ben je dan ook editor geworden. De werkgroep is de auteur. Ja, kijk, in realiteit is het natuurlijk wel dat de editors ook het meeste schrijfwerk doen en luisteren naar de werkgroep, maar al het werk doen. Maar formeel is het een werkgroepdocument. Dus we hebben een aantal cycli. En dat sommige documenten zijn echt in een jaar klaar. En andere documenten doen er 3 jaar, 4 jaar over. En dan op een gegeven moment is er, ja, we hebben dan rough consensus. Daar gaan we het direct over hebben. En een working group last call. En dan gaat het naar de volgende fase. Dus de werkgroep zegt, het werk is klaar. Het kan een standaard worden. En dan komt het... moeten we dus over consensus gaan praten. En we believe in rough consensus and running code. En daar ging vooraf, we reject kings, presidents and voting. We doen niet aan stemmen, we gaan niet allemaal handen. Ik vind dat het klaar is. Dus het is de rough consensus is eigenlijk dat iedereen kan zijn mening geven. Alle bezwaren moeten besproken worden. Maar niet noodzakelijk opgelost of accommodated en opgenomen worden. Natuurlijk, als één persoon zegt van, nou, ik wil dat jullie daar nog goed over nadenken. En dan moet de auteur dat serieus, of de editor serieus overwegen, of de werkgroep moet daarover nadenken. En als het echt te complex of te ver buiten het huidige document ligt, kan de werkgroep besluiten. Nee, dit gaan we niet doen. Je object, je bezwaar is gehoord, maar wij gaan als groep verder. Dus niet één mening kan het proces ophouden. Het gebeurt soms wel, omdat dan de werkgroep opgesplitst raakt. En dan krijg je 2 kampen. Er zijn voorbeelden genoeg, daar ga ik nu niet op in. Kunnen we het direct over hebben. Dat het wel fout gaat. Hoor. Dus het is geen garantie dat het altijd goed gaat. Maar in de regel werkt het zo. Ik heb altijd leuk, misschien hebben jullie wel gehoord, van humming. Hè? Dus je kan soms even de temperatuur in de kamer peilen. Van, nou, wat vinden jullie van dit? En wat vinden jullie van dat? En dan... Kunnen mensen niet misschien zijn, vinden het bezwaarlijk om een hand op te steken? Dan gaan we hummen. En als iedereen het gaat doen, dan hoor je niet meer wie wel humt of niet humt. Kunnen ze direct misschien doen over mijn presentatie, of het waardevol was of niet. Maar dat is ook een proces op zich, hè, dat de juiste vraag wordt gesteld. Dus vaak wordt zo'n hummingsessie wel 3 keer opgestart, omdat de vraag niet helder is of niet eenduidig genoeg, et cetera. Dat is allemaal wel soms wel komisch. Maar ja, het is allemaal grondigheid. Uiteindelijk moet de chair een soort consensus zeggen van, nou, dit is wat de werkgroep vindt. En dan moet je ook goed weten hoe de werkgroep eruit ziet. Want het kan ook zijn dat tijdens een controversiële draft misschien 4, 5, 10 mensen actief betrokken zijn, hè, meer of mindere mate, en voor 2, 3 jaar. En op het moment dat er besloten moet worden of je verder kan of niet, zie je opeens 20 andere mensen binnenkomen die je nooit eerder hebt gezien, maar die gaan allemaal heel hard meehummen. Dan moet je je werkgroep kennen. Dan moet je inderdaad zeggen van, nee, dat is nu kan ook een minderheid, kan consensus zijn. En dat gaan we toch met de groep die de chair kent of die de werkgroep goed kent, gaan we verder. Het is allemaal gebeurd en dat is ook allemaal gedocumenteerd. Even kijken, dus hoe zit ik met tijd? Even voortgaan. We hebben Working Group Last Call. We gaan verder naar ISG. Die hebben we net gezien. Hè? Dus die gaan over alle werkgroepen heen. Dus dat is ook goed voor de soort cross-check. Hè? Dus binnen een werkgroep is het ontwikkeld. Nu kijken de verschillende area directors ook naar het document en geven hun mening. En dat gaat ITF breed. Nou, dus vind je soms nog wel wat discussie plaats. En uiteindelijk, als alles bij elkaar gebracht is, kan de ISG zeggen van het is klaar. En dan gaat het naar de RFC-editor. En dan kan het gepubliceerd worden. En dit is het hele proces. Even in een plaatje. 5 minuten. Ja, dan ga ik even voortgang maken. Dit zijn nou goed, de RFC's. Even over de ITF als, niet als organisatie of als de processen, maar de mensen die in deelnemen. Misschien ook wel interessant. Nou, ik heb al gezegd, hè, het zijn geen organisaties, het zijn individuen. Het zijn ook geen overheden, het zijn geen bedrijven, maar tuurlijk, al individu werkt voor een organisatie of voor de overheid. Dus iedereen aan de microfoon zegt zijn naam en zijn affiliatie voordat hij iets zegt.
dat duidelijk is wat je, ja, je spreekt als persoon, maar wel wat je, nou ja, broodheer is, om te zeggen. En natuurlijk, en dit is puur mijn de stakeholders en wat hun belangen zijn, dit is puur mijn mening even hier. En dus iedereen kan er mee. Maar bijvoorbeeld, overheden zijn geïnteresseerd in security en stabiliteit. En in deze oprechte zin, hè, dus bescherming van Nederland voor cyberaanvallen bijvoorbeeld. Hè, dat is een belang van de overheid. Organisaties, NGO's, nou, hun belang is privacy en beschermen van de inclusiveness van het internet en van de deelnemers. Hè. Haal ik even. En bedrijven die willen innoveren, willen nieuwe technologie op de markt brengen. En dat werkt alleen als andere partijen ook die standaarden of die technologie ook gaan implementeren. Dus die pushen ook technologie. Hè, dus dat zijn een beetje de belangen van de verschillende partijen. Dus dat is, en dat is allemaal prima. Hè, dat is, maar het is gewoon goed om dat te weten wat erachter wat er speelt. Nederland nu even. En onze activiteiten in de netstandaarden. Nou, voor een toch wel klein land, hè, in aantallen. Doen we goed mee in de ITF. We zijn zichtbaar. Nou, DNS wordt vaak, of soms, weet je, als grapje, hè, de Dutch Naming System. Er zijn twee belangrijkste open source. Er zijn eigenlijk vier belangrijke open source implementaties. En twee daarvan komen uit Nederland. Dat is PowerDNS. En Nelnet Labs, die dan open source voor maken. En de andere is ISC van Bind implementatie. ISC is een organisatie die heel erg op onze organisatie lijkt, een Amerikaanse not-for-profit. En de derde is CZNIC, dus, van de Tsjechische CZTLD. Die maken not resolver en not authoritative name server. Dus Opnieuw, Nederland wordt gerepresenteerd door individuen, hè, dus niet bij de overheid of bij. Maar goed. Natuurlijk, de overheid heeft wel interesse in standaarden. Ja, je hebt het Forum Standaardisatie, werd daarnet ook in de vorige sessie even genoemd. Dit gaat over de publieke sector. Dus Forum Standaardisatie die maakt een lijst op, pas toe of leg uit, lijst. Ja, er staat bijvoorbeeld IPv6 op. TLS staat erop, veilig internet. Het gaat ook over bouwstandaarden en over vuilnisstandaarden, andere standaarden, maar ook internetstandaarden. En platform internetstandaarden, dat is een meer private-public organisatie. Private tussen aanhalingstekens meer belangenorganisaties dan specifieke bedrijven. Niet per se KPN zit erin, maar de telco-organisatie zit erin, of Digital Internet Nederland, denk ik. Dus dat soort organisaties zitten in platform internetstandaarden. Waar het Forum Standaarden werkt aan, lijst opzetten voor standaarden die gebruikt zouden moeten voor een beter, veiliger internet. Internet voor de toekomst, hè, dus meer toch IPv6 pushen. Is platform internetstandaarden die eigenlijk vanaf de bottom-up, dus via meetplatforms zoals internet.nl, via outreach, ook probeert mensen te bewegen om nieuwe internetstandaarden te implementeren in hun organisatie. Of dat te vragen aan hun supplier. Goed dat je het zegt. Ja, inderdaad. Oh, je hebt nu mijn. dat was mijn vraag, inderdaad. Ja, dit is de. Hoe zeg je dat? Ja. Het heeft een prachtige Franse naam. Dit is de kilogram. Ja. Maar tegenwoordig wordt het met. Wordt het op een andere manier uitgedrukt, geloof ik, sinds 2019. Ja. De Planck-constante, geloof ik. Verder demografie van de ITF. Waar komen ze vandaan? Nou ja, zeker 2001 is het gemeten. Het is van Colin Perkins. Hij doet daar onderzoek naar. Dus credits naar hem, aan hem. Vooral Verenigde Staten. Maar je ziet ook gewoon dat de grote landen, dus Duitsland is vrij constant. Maar duidelijk is dat China, hè, groot gedeelte, of is behoorlijk gegroeid. India ook. Hè, er zijn ook wel nieuwe partijen, nieuwe landen.
Ja, dat zijn wij. Other. Dat zijn wij. Klopt, ja. Ja. Dus de diversiteit neemt wat toe. Het gaat wat beter. Nou, hier even per continent. Noord-Amerika, dus Verenigde Staten, Canada, een groot gedeelte. Europa groeit ook nog. Azië, goed gegroeid, maar stagneert een beetje. Maar de andere, Afrika, Zuid-Amerika, Oceanië, nog klein. Ik ga even verder. Dus dit is per bedrijf even. Oracle, dat is eigenlijk Sun Microsystems. Maar dat hebben ze gewoon meegemaakt. Ja. Geen bedrijf ook geld als zijnde donaties, laat ik zo zeggen. Om de natuurlijke. Ja. Ja. Nou, inderdaad, de ITF zelf, de meetings worden gesponsord. Dus bijvoorbeeld door Cisco, Huawei, dat soort grote. En waardoor, inderdaad, deel van, je moet je toch registreren en voor het hotel moet betaald worden. Dus op die manier wordt het wel gesponsord. De hackathons worden gesponsord. Dus die zien er ook wel belang in dat dit gebeurt. Ze hebben tweeënlei belang. Dat de ITF bestaat en open is, maar ook dat ze hun eigen, natuurlijk voor hun. Nee. Dat is de leadership en de hele proces is vrij strikt, hoor. Dat er niet. En ook presentaties in de ITF mag je geen logo's gebruiken, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Je moet altijd hele neutrale slides gebruiken. En daar wil je op afgerekend. Ja. 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 Nee? Het punt is dat helaas is Michiel er door mijn fout eigenlijk zometeen niet als volgende praatje. Maar we moeten mensen hier ook kans geven natuurlijk om te wisselen naar een andere zaal. Dus dit is de laatste slide. Ja. Ja, dan moeten de questions maar tot de hallway bewaard worden, denk ik. Dank je wel voor je aandacht. En ik hoop dat jullie dat...